Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Beerst telt 9 veldkapelletjes, waaronder de recente kapel van Patrick en Ingrid. Op tweede kerstdag 2011 verloren ze hun zoontje Levi op 17 maanden. Hoe je met zo'n verlies omgaat, hoe je dat plaatst, is voor iedere ouder anders. Patrick en Ingrid vonden gaandeweg troost in een kleine schuur op een erf. Een plek van stilte, troost en schuilen. Ze kregen steun van vrienden en buren. Die hadden een beeldje, een kaars, een offerblokje mee en zo groeide in de schuur een kapel. Op 21 juli 2013, de verjaardag van Levi, werd de kapel ingezegend met de toepasselijke naam Bethlehem en opgenomen in de kapelletjestocht van Beerst. Hallo, ik ben Patrick Verschoren, ik ben landbouwer in Beerst. Dus we staan hier voor ons kapelletje, naar Bethlehem genoemd. En dit is hier mevrouw Ingrid. Ja, ik ben Ingrid Hamme, verpleegkundige. Werk in het ziekenhuis. Het kapelletje is ontstaan naar aanleiding van het overlijden van ons zoontje. Levi was een jaar en een half. Die is heel plots op tweede kerst totaal onverwachts overleden. Voordat dat ontstaan is, dat kapelletje. Want dat eerst totaal niet in ons achterhoofd om dat te doen. Dat is zo'n beetje gegroeid, dat idee. Alles dat van het kapelletje hier is, is allemaal gekregen van de een en de andere mens. Door giften en... En eigenlijk is het allemaal geleidelijk aan is het ontstaan. Eerst was het een schouten huisje hier voorzien voor een of andere huisvesting van kippetjes of kleine diertjes. Maar ja, toen is het eigenlijk wel, moest er iets meer van komen en hebben we uiteindelijk beslist om er een kapelletje van te maken. Maar we waren eigenlijk al met het huisje bezig voordat ons Levi is gestorven. Maar ons Levi stierf en toen achteraf hebben we gezegd, ja, nu, het is voor ons duidelijk, het was gestorven op de tweede kerst. Kijk, we gaan een kapelletje van maken, maar er ook nood aan, omdat heel die tragedie te verwerken, hebben we de stilte nodig. En we hebben een stille plaats gemaakt op de boerderij en dat is ons Bethlehem geworden, omdat de tweede kerstmis dan ook... Het staat in verband met kerst en ook met de heilige familie, met Bethlehem. En zo is het ontstaan. En eigenlijk, doordat we alles gekregen hebben, vond ik dat heel mooi. En het is ook, toen later is het ingezegend geweest ook. Op zijn verjaardag, 21 juli 2013, is het eigenlijk ingezegend. Toen dat hij eigenlijk 3 jaar ging zijn. Ja. Ik kan toen ook in die periode, best dat je aan het bouwen was, word ik ook toen een boek aan het lezen. En het waren heel veel gelijkenissen met dat boek. En de manier hoe dat het gebouwd dan, dat was het boek van Maria Voltorta. Waarin de geboorte van Jezus werd daarin vertaald. En er waren heel veel gelijkenissen met dat kapelletje, ook de richting hoe dat stond. Er was ook water die erachter liep. En zo is die naam gegroeid eigenlijk ook, Bethlehem. Dat is eigenlijk de middeldeur, zoals het eigenlijk ook in het boek van Maria Voltorta staat beschreven. De deur stond ook in het midden van de grot, van een armzalig nest, moet je zeggen. De binnenkant... Er loopt een beekje achter de kapel en hier loopt er ook een beekje. Dus de boom stond dicht bij de ingang van een grot. En toen er waren ook heel veel spleten achteraan en in het boek werd er ook zo vermeld. En ook hier was dat al zo, voordat we uiteindelijk de kapel werd genoemd van Bethlehem. Ook waren al de balken, de eikenbalken, hebben we gekregen van mensen ook, vanuit de buurt. Alles hebben zoveel vergelijkenissen. Maar ook binnen hebben we hier de kelk gelegd, die toch ook verwijst naar de Eucharistie. Dat voor ons ook zo belangrijk was in de begrafenis van Levi.
Het is een zo'n mooie, ja, een heel mooie eucharistie met de omhaling was toen ook voor de gestorven kinderen. De eucharistie is ook niet los te koppelen van Bethlehem. Het verwijst eigenlijk, ja, het verwijst ernaar. En toen hebben we ook de linkerkant is aan de kant van de heilige Jozef. Zoals ook in het boek werd vermeld. En de rechterkant is de kant van Maria. En toen hebben we ook het altaar staat in het midden. Gewoon in het midden van het huis van Bethlehem staat het altaar. Ja, en toen het wijwater natuurlijk. En ja, het is er iets moois van gemaakt. Zand, allee, dus, speelde heel graag met zandleven. En ja, dus dat zand hebben we daar ook voor een stuk in verwerkt. Ja. En ook onze kleine kinderen. En onze kinderen die er toen nog achter gekomen zijn, ja, speelden natuurlijk ook daar heel graag in. Ja. En Bethlehem is eigenlijk ook al, verwijst ook al naar het kind. Okay, en het was eigenlijk ook gemaakt, Bethlehem is ook gemaakt voor het kind. Het kind is hier belangrijk en dat mocht een heel belangrijke plaats zijn. Dat is de plaats waar de kinderen spelen, ook in de kapel. Dat is wel speciaal, ja. Ja, ik denk wel dat de nood aan stilte en bezinning er zeker voor ons allebei nood was. Ja, dat was nodig. Ja, ik had een plek nodig dat ik eigenlijk tot mezelf kon komen. En niet alleen ik, maar ook mijn vrouw. En toen mijn vader leefde toen ook nog. Ja, dat was nodig. Ik vond dat hier wel echt nodig. We zijn ook zo ingesteld. En dat is belangrijk ook in het leven, dat je ook een plotseling verlies ook op een goede manier voor ons toch kon plaatsen eigenlijk. En dat was wel de enige manier toen, ja, voor ons die zo voorhand liggend was voor dat te doen. Ja, ja. Ja, druk plaatsen zijn ook niet aan mij besteed. Ja, ik trek me ook liever terug dan dat ik in de groep. Allee, er zijn ook van die... mensen die samenkomen, groep. Daar had ik geen nood aan, vooral die vragen. Ik spreek daar wel veel over, over ons zoontje nog altijd. Dat is ook een manier van verwerken voor mij, ook om erover te spreken. En, ja. Het is eigenlijk door het werk aan het geheel is het eigenlijk een beetje met een keer ontstaan en het gedacht is te gekomen. Het was niet het was niet de bedoeling dat dat voor iedereen toegankelijk zou zijn. Toch zien we al dat is een ezel. Dat was spoed, die dat was mama. Spoed. Ja, dat was spoed. Dat was spoed. Maria ging naar Bethlehem met spoed, de ezel. Dus ja, dat was wel. Ja, speciale dagen zijn voor ons. Zijn verjaardag was de 21ste juli. En toen ook tweede kerst. Vorig jaar niet natuurlijk, maar de jaren ervoor kwamen regelmatig met veel mensen hier samen ook op zijn verjaardag hier. En dat was dan ook een gebedsmoment. Dat was ook altijd heel speciaal. Je is ook aangesloten bij de Sint-Jozefskring, bij een gebedsgroep. Ja. En zelf hebben ook een kleine gebedsgroep. En, ja, toch van daaruit verdiep je toch in je geloof. En je groeit dat toch wel, ja, dat verlangen naar die stilte. Ja. En ja, zeker, ja. Het is toch een plek waar je toch, dat ik toch af en toe zo keer binnenkom. Voor in rust. Het is een hectische wereld, zeker nu. Dat is nog altijd een van de mooiste plekjes op de boerderij voor ons. Dat is... Dat is iets dat je kan moeilijk beschrijven, dat je altijd heel veel kracht en nog vreugde uit. En ondanks het grote verlies van ons kind, heeft het eigenlijk overgezet in de liefde van God die voor ons. Zo, het is moeilijk om dat een beetje te verwoorden, maar het maakt ons wel gelukkig, ja. Dat is zeker. Het maakt ons toch nog een gelukkig mens, ondanks wat we zijn tegengekomen. Ja, dat is zeker. Ja, het geeft ons kracht en perspectief, ja, en moed, ja.